Ja, en inmiddels zijn we aangeschoven hier aan tafel. Joris van Veldhoven en Arno Bremers, welkom beiden. Jullie zijn decor- en kostuumontwerpen. Allebei? Ja. Ja? Ja? Klopt. En jij bent eigenlijk begonnen als stagiair van jou? Ja. Ja? Ja? Leuk, hè? Waarom heb je hem aangenomen als stagiair? Nou ja, het is gewoon goed. Ja, volgt dan eerst nog een heel zwaar gesprek of het nee. De juiste stagiair is? Nee, nou. Nee hoor, het viel best wel mee. Ja. Ja. Nee, hij was gewoon, hij was pas 17 was je 17, toch? Ja. Ja, dus hij was al heel vroeg erbij. En ja. Ja, je kon gewoon zien dat hij heel gemotiveerd was en heel veel talent had. En ja, hij is ook heel lang gebleven. Ja. Twee keer 6 maanden of zo. Zoiets, ja. Ja, dus... Wat heerlijk. Ja. Zo'n lange stagetijd. Ja, het was heel erg fijn. En een luxe. Ik zeg altijd, ik heb het vak mogen leren van leermeesters. Ja. Zoals Rembrandt leerlingen had. Precies. En wat wilde jij graag van een leer? Waarom had je hem uitgekozen? Nou, ik had altijd een voorliefde als kind al voor de musical. En het feit, en dat soort theater, dat grote, toch het fysieke in vormgeving met grote decors, kostuums. Dus dan begin je als kind al heel gelijk bij de Studio 100 producties. Ja. En daar heeft Arno er heel veel van ontworpen. Dus zo ga je googlen en dan in één keer zit je er aan tafel voor een gesprek. Ja. En dan mag je stage lopen. En dan is het gewoon eigenlijk gewoon alles uit hem halen. Alle ins en outs de krijgen. Grote lessen. Ja, de grote lessen. Ja, want Arno, wat zijn de misverstanden eigenlijk van die jonkies die net die wereld instappen en denken, dit wordt mijn toekomst? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze denken dat het allemaal heel makkelijk is. Ja? Ja. Dat iets te optimistisch beeld van de werkzaamheden? Iets te optimistisch beeld van de werkzaamheden. En wat je er eigenlijk voor moet doen om dat te komen, om wat te bereiken. En hoe gecompliceerd het maken van een productie eigenlijk is. Ja? Ja. Waar zit dat in? Die... Nou, je hebt altijd beperkingen natuurlijk. Door het genre zelf, zeg maar. Mensen moeten zingen, mensen moeten kunnen dansen en dat soort dingen allemaal. Maar je hebt ook beperkingen in budget. En beperking in tijd. En daar moet je mee omgaan. Ik denk als je begint, dan denk je dat alles mogelijk is. Ja. Dan kijk je naar dingen en dan kijk je heel kritisch. En denk je, dit kan anders, dat kan anders. Maar als je daarmee bezig bent, dan merk je, ja, ik heb nu nog maar zoveel uren te gaan. En dan moet iets klaar zijn. Of dan moet het bij elkaar passen. Dus dan moet je je compromissen sluiten. Ik denk dat dat de belangrijkste les is. Ja, is dat de les die jij hebt geleerd de afgelopen 7 jaar? Nou, ook wel hoor. Het is sowieso wel. Ik kwam natuurlijk ook wel als een jongetje uit een dorpje uit het zuiden van het land, Ossendrecht, in één keer in de grote stad. Ja. Dus dan zet je al zo'n grote ogen op. Ja. Zeker als Arno zei, ga me even stoffen halen. Dan moet je daar zijn. En dan was ik al überhaupt in paniek. Over om de überhaupt, dam in de... Ja. Dus dan, en dan leer je uiteindelijk, zie je, heb ik wel heel veel gezien. Want we starten toen volgens mij met Domino destijds, een productie in Vlaanderen. En dat was toch al best wel een wat grotere omvang voor mij. En daar zag ik wel heel erg van, oh ja, het is allemaal toch niet zo makkelijk en leuk ook. Het is heel leuk, maar het is ook gewoon echt zwaar werken. Precies. Het is hard werken. Wat is zwaar je werken. Meest tegengevallen? Tegengevallen niet, maar ik wist wel dat er heel veel uren in gaan zitten, heel veel tijd, wat heel veel mensen ook vaak niet zien. En dat is wel, het is echt doorwerken. Hè? Als de cast, de acteurs tot 10 uur in de montage hebben gezeten 's avonds, gingen wij nog wel eens een uurtje of 2 uurtjes door. Of een maquette die af moet voor een deadline, want alles loopt ook door elkaar. Ja, dat realiseerde ik me trouwens ook toen ik als actrice wel eens aan het werk was. Dat ik dacht van, god, die vrouw van de kostuums en zo, die al 2 uur voor mij daar arriveerde en daarna nog aan het inladen en het opruimen waren. Ja. Was van werkdagen maken die mensen en dat elke keer weer. Ja, het zijn zeker lange dagen. Ja, totale toewijding. Je moet het voor het liefde voor het vak doen. Ja. Ja, zonder die liefde dan kom je dat denk ik ook hou niet. Hou je het niet vol. Nee. Nu hebben jullie allebei een andere positie in waar we nu staan in deze coronatijd, want jij bent natuurlijk al een tijd aan het werk. Ja. Dus jij hebt misschien ook wellicht een buffer. Ik heb een buffer, dus ik kan een jaar vooruit. Ja. Maar die buffer was eigenlijk voor andere dingen natuurlijk. Precies, voor je oude dag. Voor mijn oude dag, of voor als ik een keer ziek zou worden of zoiets. Ja. Dus dat is dan, dat is heel erg jammer, die gaat nu op. Daar zie je mensen inderdaad die door die buffers heen jagen, die daar voor zichzelf eigenlijk hard hebben gewerkt om een bepaalde zekerheid in te bouwen. Ja, maar wat dat betreft heb ik natuurlijk wel geluk. Want er zijn ook heel veel mensen die gewoon al door de jaren heen zo hebben moeten inleveren. Want dat is natuurlijk al heel erg bezuinigd. Die dat niet hebben. En die zijn nu al meteen op de bodem. Ja. En dat is natuurlijk wel heel schrijnend om te zien. Precies, dat is de kwetsbaarheid van ons sector waar we het over hadden. Hier al eerder aan tafel. Jij bent beginneling, dus jij zal niet zo'n lekkere buffer hebben. Nee, ik mag niet klagen. Dat moet ik wel zeggen. Ik heb het geluk gehad dat ik door eigenlijk de stage bij Arno en daarna vrijwel gelijk best wel wat
in verhouding wat grotere producties mocht doen. Dus waar dan ook financieel iets een groter bedrag tegenover staat. Dus ik heb wel kunnen sparen. Maar het feit om in Amsterdam te wonen is natuurlijk al prijzig. En dat heb ik nodig. Ja, dus het gaat er ook, het vliegt er ook behoorlijk uit. Ja. Maar jullie werken jullie ook ver in, van tevoren, hè? Want er moeten allerlei producties die dan pas na de zomer gaan draaien of zo. Daar zijn jullie al mee bezig. Ja. Wat betekent dat nu heel concreet eigenlijk voor de werkzaamheden? In mijn geval is eigenlijk letterlijk dat mijn hele seizoen, wat eigenlijk nu vanaf september tot en met januari aan productie en première zou gaan, is letterlijk opgetild en naar volgend jaar geschoven. Dan kan ik nog van geluk spreken dat het niet gecanceld is, dus dat het doorgaat. Ja. Maar het financiële plaatje eraan schuift gewoon mee. Dus in die zin is er wel een gat. Ik kan dus daarom wel doorwerken aan producties, want ik weet, ze gaan er komen. Tenminste, daar gaan we vanuit. In hoeverre dat we niet volgend jaar in dezelfde situatie gaan zitten. Maar je krijgt tot die tijd ook niet betaald. Nee, ja, of hele kleine beetjes. Ik heb met een paar producenten contact en daar heb ik wel wat kleinere facturen nu naar mogen sturen, zodat er toch wel iets binnenkomt. Maar dat is in principe niet voldoende. Nee. Ik moet wel ook nog een soort randactiviteit, noem ik het maar, nu gaan zoeken. En gewoon kijken van hoe kan ik nu, bijvoorbeeld, ik heb ook al heel lang een wens gehad een prentenboek maken. Ja, dat kan dus nu heel goed. En dan kijken wat ik daar, hoe ver ik daarmee kan komen. Ja, want dat is ook een beetje het lastige van jullie vak. Hè? Dit is wat je doet. Dit is waar je al die jaren aan hebt gewerkt, voor geleerd. En het is niet dat je even iets anders gaat doen. Nee, het is ook heel moeilijk om even iets anders te gaan doen. Ja. Plus het feit is natuurlijk gewoon, we kunnen alle twee ook dingen maken. Ja. Dus ik ben ook mondmaskers gaan maken. Ja, dat is leuk om te doen, maar dat is niet een inkomstenbron. Nee. En heel veel mensen die weer voor mij werken, makers zeg maar, uitvoerders van kostuums, die moeten ook al dat soort dingen doen. Dus dan ga je eigenlijk de plek concurreren met mensen die altijd voor jou werken. En dat is ook best wel moeilijk. Ja, heb je daar gesprekken over met de mensen die... Nee, niet echt, want we gunnen elkaar... Gewoon, wat er is, dat gunnen we elkaar gewoon. Dus daar hebben we niet echt over gesproken. Ja, wat zijn dan nu de gedachten die jij hebt over de toekomst? Ja, ik vind het moeilijk. Ik zit natuurlijk niet... ik zit niet als Joris aan het begin van mijn carrière. Ik zit eigenlijk een beetje op het einde van mijn carrière. En niet dat ik volgend jaar met pensioen ga of zoiets. Maar wel gewoon dat ik denk van ik ga nog een aantal jaren werken. Ja, wil ik dan doen? Ik wil alleen nog maar leuke dingen doen. Ja. En dat soort dingen allemaal. Maar ik wil ook proberen om gewoon normaal geld te verdienen. Dus ik ga volgend jaar maar gebruiken om erover na te denken wat ik ga doen. Het is echt wel moeilijk. Hoor. Om, als je met zoveel ambitie... Ik ben 35 jaar geleden afgestudeerd. En ik heb zo hard gewerkt om te komen waar ik ben. Ja. En zoveel daarvoor ingeleverd. Om dan ineens te switchen en te zeggen... ik doe het maar niet, ik ga iets anders doen. Ja. Plus het feit dat je weet dat je het misschien volgend jaar gewoon weer op kan pakken. Ja. Want ook al mijn producties zijn doorgeschoven. Dus daar staat heel veel werk voor mij te wachten. Mocht je dat zeker weten, dan zat je misschien dit jaar ook anders in. Ja. Hè? Je kan in een koffieshop werken als je weet... straks kan ik mijn talent weer ten volle benutten. Ja. Niet als je denkt, komt het ooit nog eens terug? Nee. Het is ook een beetje een rouwproces, toch, dit? Ja, en ik vind het vooral heel schrijnend dat ik inderdaad... Ik wilde dit zo graag en dan mag je het doen. En ik was nu ook momenteel aan één productie bezig... waar ik als kind al van droomde en die titel kreeg ik om hem nu te ontwerpen. Ja. En dat ligt dan nu volledig stil. Met ook een onzekerheid, we gaan nu wel door en ik ben er effectief mee bezig. Ja. Maar iedere keer sluit ik het gesprek met de regisseur af van... maar er bestaat de kans dat we hem volgend jaar ook niet gaan spelen. Precies. En misschien wel niet meer in die grote getalen dat we allemaal naar kleiner moeten of zo. Ja. Ja, en dat vind ik wel. Dat vind ik heel lastig aan. Ik probeer daar ook, moet ik eerlijk zeggen, niet heel vaak nu aan te denken. Om toch een beetje... Om ook jezelf door die dag heen te helpen. Ja, want het stopt anders ook je creatieve proces. Ja. En dat vind ik zo fijn om daarin te hangen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En daar komen de mooie en de grote en de schone dingen uit voor. Dus ik hoop van harte dat die steun er ook vanuit de politiek komt. Zodat je geen al te grote zorgen hoeft te maken over het overleven na het seizoen. Waar we allemaal weer aan het werk kunnen. Ja, ik probeer het nu ook niet te doen. Want als je dat gaat doen, dan valt alle motivatie om te werken weg. Ja. En dan zit je achter je tekentafel en denk je, waarom ben ik het eigenlijk aan het doen? Ja, als er geen stip aan de horizon is. Ja. En we hebben wel genoeg te doen, want we kunnen ons altijd ontwikkelen. Er zijn altijd dingetjes die we nog willen uitproberen. Ja. Proefjes die we willen maken, atelier opruimen. Ja. Maar er is een sprankje hoop nodig voor iets wat nog komen gaat. Ja, dat heb je wel nodig. Ja. En dat optimisme heb ik wel. Heel goed. Ja. Voor wie ga jij tekenen?
Ik ga voor de decorateliers die voor mij werken tekenen. En voor alle kostuummakers. Dat zijn het ook wel zeker een stuk of 10. Die allemaal nu geen werk hebben. Die ook allemaal andere manieren van inkomsten moeten zoeken. Ja. Dat zijn de mensen die ik heel belangrijk vind. Dus voor in totaal, voor hoeveel mensen teken jij? Ik denk dat ik voor 18 mensen teken. 18 mensen, heel goed. Die zetten we erbij op. Joris? Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Ook de decorateliers met wie ik eigenlijk nu al een afspraak had gemaakt om 7 producties weg te leggen. Ja. Dat is gewoon een groot aantal mensen. Dus totaal is dat ook een man of 20 bij elkaar. En ik had ook wat kostuumopdrachten uitstaan. Ook gecanceld. Dus laten we het gooien op 25 mensen totaal. 25 mensen. Die zetten we er ook bij. Zet jullie handtekening. Heel veel succes. Sterkte de komende Super. Tijd. Ja, dank je wel. Dank jullie wel. Oké. Nou, jongens, daar gaan we. Ja, daar gaan je, jongens.